Zodat het is leuk om meer aan te voelen. De kunstenaar zelf die mag het wel doen. Geert-Jan Jansen loopt bij ons bezoek direct naar een van zijn eigen werken. Hij is trots op zijn eigen stijl. Maar ondertussen is hij misschien wel het meest bekend als kunstvervalser. De schilder wordt wereldberoemd door de stijl van onder meer Picasso te kopiëren. Kunsthandelaren denken dat ze een echte op de kop tikken en Jansen kiest er bewust voor om het niet op te biechten. Nee, dat had op dat moment weinig nut. Uh, wat, uh, nou ja, bovendien waren die experts waren erg blij om een onbekende Matisse of uh, Miro uh, te ontdekken. En dan uh, ging ik ze niet tegenspreken. Nee, nee dat is, uh, Bovendien, zij hadden ervoor gestudeerd en uh, ik niet. Ja, je kunt het, uh, deze is nog nieuwer. In 1994 loopt Jansen in Frankrijk tegen de lamp. Justitie zit achter hem aan en uiteindelijk moet hij één jaar de gevangenis in. Toch vervals Jansen nog steeds. Al zegt hij er nu netjes bij dat hij de stijl van een ander gebruikt. Maar die stijlen laat hij steeds meer rusten. Ik vond dus het werk in de stijl van ook altijd echt spannend om te doen. Maar daarbij was ik meer een uitvoerend kunstenaar. Nu ik mijn eigen stijl daar steeds meer aan werk. Ja, dat geeft veel meer voldoening. Want dan maak je echt iets wat nog niet eerder bestond, en wat echt in mijn eigen stijl is.